I'm scared that my time with you will be cut short. No more stakeouts or drinks after a long shift or midnight calls when you've had a breakthrough in a case. In the face of crisis. What the fuck? Hoeveel zijn het er? Chaos. And childcare. Een gewone auto die... En toen hadden we opeens politie hier. One team will rise. Jullie zijn met 6 mensen. Pas voor mensen tegenkomen. Maar dat is het. This is more than a heist. You know it very well. Everybody ready? Hallo kijkers van Harm Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. Het is lang geleden dat ik op deze manier voor jullie heb gezeten in deze vernieuwde setting. Ik heb nu 2 kasten achter mij, heel tof. Maar vandaag zijn we hier voor een heel bijzonder evenement, namelijk de trailer van Brooklyn Nine-Nine seizoen 8. Brooklyn Nine-Nine is de beste comedy die er bestaat. Mensen die dat niet vinden, mogen nu vertrekken. Dat heb ik niet gezegd, want dan kijkt niemand meer. Nee, grapje. Iedereen vindt dat leuk. En hij is echt geweldig. Het is een serie. Hij staat volledig op Netflix. En het 8e seizoen is net uitgekomen. En de trailer is geweldig. En die gaan wij samen kijken. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Voor de mensen die Brooklyn Nine-Nine nog nooit gezien hebben, wat doe je met je leven? Het zijn afleveringen van 20 minuten. Dus als je op een dag 4 uur leert voor de toetsweek, kan je gewoon 4 afleveringen tussendoor kijken. Of je zet ze gewoon op tijdens het leren. Dan komt er namelijk niks meer van het leren terecht. Dat doen jullie toch allemaal. Laten we meteen gaan kijken naar de trailer. I'm scared that my time with you will be cut short. No more stakeouts or drinks after a long shift or midnight calls when you've had a breakthrough in a case. I've always had this image of us in our 90s hunting down criminals at the retirement home. But I guess that was just a dumb fantasy. Jake, are you crying? No. Yes. The face of crisis. I seem to have sent a digital phallus portrait. Oh no, you sent him a pic. Chaos. The other district sent us their Hitchcock and Scullies. Dear God. Nine-Nine! Nine-Nine! And childcare. What are you doing here? What are you doing here? You're supposed to be getting back from daycare! One team will rise. This workplace is my family, was that not clear? Holt is my dad, you're my mean older sister, Amy's my mom. What? What? What did I say? For one. Hot damn. Last. Ride. It is, as Peralta would say, no big whoop. But I actually don't pronounce the H in whoop. Let's ride. My edibles just kicked in. Witness the end. Oh dear. Of the 9-9. Well, it seems I was wrong. The whoop is big after all. Again, though, there's no H in whoop. 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 Am I crazy? How do you say it? Take whoop. Okay. Brooklyn 9-9. The final season premieres August 12th on NBC. Oké, het geweldige is, dit is dus een serie die nooit voor eerdere seizoenen echt een trailer hebben gemaakt. Ze hebben 1 keer een trailer gemaakt voor een spin-off. En
één keer een trailer voor een actietrailer dinges. Die is ook heel leuk. Daar kan ik nog een keer in een toekomstige video op reageren. Ik vind in ieder geval het achtste seizoen er geweldig uitzien. Ik weet dat het geen 22 afleveringen heeft, maar 10. Maar dat deze leuke content dus verspreid is door 10 afleveringen, betekent wel dat het echt weer een geweldig seizoen wordt. Ik vind het zelf zeer triest dat het laatste seizoen is, aangezien het een concept is waarvan ik het gevoel heb dat je het echt eindeloos door kan rekken. Je hebt genoeg mensen die zeggen over series zoals dit van, ja, maar je moet het niet te lang rekken, want dan neemt de fun af. Maar zelfs al zou het nog half zo slecht worden, dan is het nog leuk, omdat het toch al op dat niveau zit van zo slecht dat het weer goed is. Dus ik heb echt ontzettend genoten van deze trailer. En ik ben ontzettend benieuwd naar het seizoen inderdaad. Vooral omdat ze hebben deze cast, hebben ze gewoon al sinds het begin van de serie. En dus het is zo'n project waarbij iedereen altijd hetzelfde is gebleven en zo. Weinig ontwikkeling in de karakters. En gewoon echt die oude vibes weer van alle seizoenen. Dus ik ben heel benieuwd naar het seizoen. Het zal nog wel even wachten worden voordat hij op Netflix komt waarschijnlijk. Want zoals jullie weten is Netflix daar altijd ontzettend sloom in. Net als dat we nog steeds aan het wachten zijn op het nieuwste seizoen van Line of Duty op Netflix. Op het nieuwste seizoen van Casa de Papel, het B-deel op Netflix. Op het nieuwste 2 seizoenen van The Blacklist op Netflix. Ze zijn gewoon echt ziek traag. Maar het wachten wordt uiteindelijk beloond met dit geweldige seizoen. En ik heb er super veel zin in. Laat het zeker weten als jij ook gaat kijken in de reacties hier beneden. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen overhalen. En dan zie ik jullie super snel weer bij een nieuwe reageervideo. Tot ziens, tot later.